wat natuurlijk zorgelijk is, dat het ongevalcijfers bij de oudere fietsers wel enorm toeneemt. En veel ongevallen zijn nog infrastructuur gerelateerd. Dus we roepen ook wel echt op om ook daar naar goed naar te kijken. Dus dat kan betekenen afronden van stoep, rotondes aanpakken, paaltjes kijken. Zijn die ook wel nodig op fietspaden? Want daar gebeuren toch echt wel veel ongelukken mee. En de andere is het gedragscomponent. En dat is natuurlijk, daar is het programma Doortrappen heel belangrijk in. Mensen goed adviseren welk product of welke fiets bij hun past. Desnoods lessen nemen als je denkt van ik voel me niet zeker op die fiets. Als rijvereniging zijn wij een branchevereniging van fabrikanten en importeurs van fietsen. En eigenlijk doen onze leden heel veel aan fietsveiligheid. En dan in de breedste zin van het woord, waarin de fabrikanten natuurlijk met name kijken naar de producten. En dan kijken ze heel erg naar de stabiliteit van de fiets, veilige fietsverlichting. We hebben een keurmerk voor fietsverlichting. Dus dat mensen ook weten, als ze voor het schap staan, van wat is goede verlichting en wat is misschien iets mindere kwaliteit. Maar ze kijken dus ook echt naar de ondersteuning van e-bikes. En dan met name, wat is een goede trapondersteuning? Lage instap voor mensen. Dus eigenlijk altijd kijken naar de verschillende doelgroepen en wat is daar het best passende bij. En maken ze allerlei producten voor. Wij zijn wel echt heel voorstander van dat mensen toch zo lang mogelijk blijven fietsen met alle gezondheidsvoordelen voordien. Maar ook alle sociale voordelen van dienen. Even naar je vrienden toe. Dat is denk ik echt heel belangrijk. En de fabrikanten komen met allerlei producten. Lage instap. Je kan natuurlijk een damesframe gebruiken. Maar dat is het belangrijkste wat wij vinden is kijk heel erg naar je eigen behoeften. En je eigen kunnen. En laat je goed adviseren door een goede dealer die daarbij kan helpen.